Mevrouw Kersenboom, de historische term Bersiap is volgens onze premier nu omstreden en moet vanaf heden tussen haakjes. U heeft Kamervragen gesteld. Ja, dat klopt. Hè. Dat is natuurlijk een enorme klap in het gezicht van Nederlanders en Indische Nederlanders, die een hele lange geschiedenis hebben, dat de minister-president een hele pijnlijke onderdeel van de geschiedenis eigenlijk gaat bevraagtekenen door iets tussen haakjes te plaatsen. En ik dacht dat het echt funest was om als vorm van democratie gewoon vragen hierover te stellen. Want ja, wat wil de minister-president hiermee bereiken? En namens wie spreekt hij op dit moment? Ja, onder de slachtoffers is de nodige beroering over dit nieuws. U begrijpt dat? Ja, uiteraard begrijp ik dat. Het is, zoals ik zei, een enorme pijnlijke onderdeel van onze geschiedenis. Er is gewoon een genocide gepleegd tegen Nederlanders en Indische Nederlanders. We hebben daar mensen naartoe gestuurd om die mensen te beschermen. En nu gaan we een beetje nuanceren, omdat ja, een paar activisten hier niet mee eens zijn. Nee, het is natuurlijk belachelijk. Volgens critici buigt de premier nu inderdaad voor anti-koloniale activisten. Rutte zou hiermee de facto de gruweldaden van Indonesiërs tegen Nederlanders onder het tapijt moffelen. Ja, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Kijk, wat we nu zien, dat is gewoon een teken van de huidige zeitgeist in de samenleving. Hè? Misschien niet in de samenleving, maar gewoon die academische ivoren toren. En ja, en een paar politici die linkse woke ideologie volgen. Het is gewoon een teken van de tijden. Maar ja, zoals ik zei, leeft dit eigenlijk onder Nederlanders? Zijn wij het daarmee eens? Nou, ik denk van niet. Denkt u dat de premier eenzelfde voorstel zou doen voor andere historische gebeurtenissen? Hè? Meer specifiek genocides of etnische zuiveringen? Bijvoorbeeld Srebrenica of de Armeense genocide? Nou, het is heel interessant je dat vraagt, want dat is precies de vraag die ik ook aan de minister-president gesteld heb. En ik heb ook gevraagd, als hij het dan zou doen, nou, bij welke precies? En ik ben heel benieuwd naar zijn antwoord. Ja, eerder dit jaar ontstond al de nodige ophef nadat de Indonesische Bersiap-ontkenner Bonnie Triana opriep om de term helemaal te schrappen. Ja, denkt u dat deze ophef aan de premier voorbij is gegaan of dat hij juist bewust een tussenoplossing heeft gekozen? Ja, kijk, we hebben natuurlijk een minister-president die heel vrolijk overkomt en altijd iedereen probeert, gewoon een beetje een echte populist natuurlijk. Ja, ik heb dit gisteren ook in de Kamer tijdens de ronde tafel aan de kaak gesteld dat ik het echt walgelijk vind dat de Bersiap-ontkenners een platform gaan geven. Ja, en natuurlijk ook in het Rijksmuseum, dat is gewoon publiekelijk geld dat gebruikt wordt om ja, onze eigen geschiedenis zwart te maken. Ja, of Rutte hier een tussenoplossing heeft gevonden, ik denk dat hij gewoon heel insensitief bezig is. Nu specifiek natuurlijk met betrekking tot voormalig Nederlands-Indië is het klimaat steeds vijandiger. In 2020 werd bijvoorbeeld daags voor de Nationale Indiërdenking een aanslag gepleegd op het Indisch Monument in Den Haag. Dit soort voorstellen van de premier tast dan ook het veiligheidsgevoel van slachtoffers en nabestaanden aan. Ja, begrijpt u dat? Ja, zeker begrijp ik dat. Ik kom zelf uit Zuid-Afrika en daar zie je ook wat er gebeurt als politici zich negatief uitspreken over de apartheidgeschiedenis of over de koloniale geschiedenis. In Zuid-Afrika heb je natuurlijk de plaasmoorden, hè, waar blanke boeren echt structureel vermoord, gemarteld worden door de zwarte bevolking. En wat er dan daar gebeurt, dat gebeurt altijd. Ja, die cijfers, die aantallen gaan omhoog, echt nadat die politici zich negatief hebben uitgesproken over de boeren. Dus je ziet gewoon, er is een reactie op als de overheid zich negatief gaat uiten over aspecten van je geschiedenis. Want je polariseert je samenleving, hè, waar je publieke geschiedenis eigenlijk mensen zou moeten samenbrengen. Je zou trots moeten zijn op je land, op je geschiedenis. Zeggen ze, nee, wat we allemaal gedaan hebben, dat is allemaal fout, dat is allemaal verkeerd. En ze polariseren onze samenleving daarmee.